Hallo, ik ben Cathy Vincent, directeur Gitok Bovenbouw en ik ga jullie iets vertellen over de structuur van onze school. De eerste graad is opgedeeld in een A- en een B-stroom. In de tweede graad moet je kiezen uit 3 finaliteiten of einddoelen. Deze finaliteiten zien er als volgt uit. Je hebt de doorstroomfinaliteit, waar we voor Gitok volgende studierichtingen aanbieden. Wanneer je kiest voor deze finaliteit, is het de bedoeling dat je gaat verder studeren. Dat kan aan de hogeschool zijn of aan de universiteit. Op Gitok krijg je alvast de nodige bagage mee. Dan heb je de dubbele finaliteit. Ook daar bieden wij een aantal studierichtingen in aan. Wanneer je kiest voor de dubbele finaliteit, kan je ofwel gaan werken ofwel gaan verder studeren. Wij geven je de nodige skills mee om een graduaatsopleiding of een professionele bachelor aan te vatten. Wil je liever gaan werken? Dan kan dat ook. Want op Gitok leer je letterlijk de kneepjes van het vak. Ten slotte heb je ook nog de arbeidsmarktfinaliteit, waarin wij het volgende aanbod voorzien. Wanneer je kiest voor de arbeidsmarktfinaliteit, word je opgeleid voor een beroep. Het is de bedoeling dat je na je schoolcarrière gaat werken. Ging het wat te snel? Op onze website www.gitok.be kan je alles rustig nalezen. Is STEM je ding, dan hoef je niet te twijfelen. Dan ben je bij Gitok aan het juiste adres. Hopelijk tot snel! Ja, ik verspreek mij wel. Hoorde je dat niet? Ja, ik ben een stuk vergeten. Deze finaliteiten zien er als volgt uit. Hallo! Ja, ik weet niet of ik dat nu nou. Dat was het. Yay! Is dat dan zo, it's a wrap?